Yo mensen, welkom bij deze nieuwe video. In deze video en in deze serie ga ik mijn hele kamer opknappen. Nou, ik sta hier nu in mijn kamer, in mijn slaapkamer. En deze heeft een opknapbeurt nodig. Hij is al 22 jaar is er niks aan gedaan, qua verf en iets dergelijks. Dus hij mag wel even veranderd worden. Nou, zo ziet het er nu uit. Hier kom je binnen dan via de trap. En dan kom je zo mijn kamer in. Dat is Twan, die gaat me helpen om alles te verbouwen. Nou, hier slaap ik dus. En alles qua verf, qua de muren en zo, is allemaal niks. Is al 22 jaar oud. Tapijt mag veranderd worden en zo. Maar het kutte is, er zit hier nog een kamer. Voor mijn broertje. En mijn broertje die moet eerder uit bed bijvoorbeeld. Dan hoor ik soms wel zijn wekken en dan word ik ook van wakker. En je kan elkaar gewoon met elkaar praten. Dus er komt ook een wandje. Die komt hier zo. Hier komt een mooi wandje, een gipswand. Zodat we minder last van elkaar hebben. Met een deur erin natuurlijk, zodat ik nog wel mijn kamer in kan. We gaan eerst bezig om alle spullen eruit te halen, zodat we lekker troep kunnen maken, om zo te zeggen. Zo, alles is nu uit de kamer en ik ga nu beginnen om het frame te maken voor het wandje. Dat ga ik doen met houten balkjes. De balken die aan de muur, de plafond en aan de vloer zitten zijn bevestigd en nu gaan we de rest van het frame maken. Zo, het frame van het wandje zit erin. Ziet er mooi uit. Nou, als je goed ziet, zijn daar de gipsplaten. Dus ik ga beginnen om het gips tegenaan te maken. Ik ga eerst deze kant van het muurtje begipsen. Ga ik de gipsplaten erop maken. En daarna ga ik isolatie tussenin maken.
En dan komt hier nog gipsplaat aan. En dan is het gipsplaatwerk is af. Dan moet het nog geplamuurd worden. Zodat je ja, de naden niet ziet. En de schroeven niet ziet. En dan moet het geschuurd worden. En daarna kan het geverfd worden. Dus dat is een beetje de bedoeling. Zo, en dan staat er opeens ja, een deel van de muur. Nu ga ik die andere kant doen. Ik ga eerst de isolatie erin doen. En daarna ga ik de rest van de platen erin doen. Zo, het gips zit erin. Nu ga ik bezig met plamuren. Alle naden die moeten geplamuurd worden, alle schroeven die moeten geplamuurd worden, zodat het een mooie, egale muur wordt.
Zo, de muur is voor de eerste keer geplamuurd. Deze kant. En deze kant ook. Nu moet het drogen. Daarna ga ik het nog een keer plamuren. Dan moet het weer drogen. Dan ga ik het schuren. En dan is hij... Dan is het muurtje bijna af, om zo te zeggen. Het plamuurwerk is af. En nu moet ik nog wachten tot het is gedroogd. En daarna kan ik het gaan schuren. En dan krijg ik het een beetje ver. Oké, dit is dan het einde van de video. In de volgende video, volgende week, ga ik alle muren verven. Ook dit wandje wat ik net heb gemaakt. Het wandje is erg mooi geworden, mooi glad. En dat is de allereerste keer dat ik het eigenlijk deed. Het is een mooi resultaat uiteindelijk geworden. Maar volgende week zie je dus dat ik de muren ga verven. Ik wil allemaal hartstikke bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. Vergeet natuurlijk niet een blauw duimpje omhoog te doen. En dan zie ik weer bij een nieuwe video. Bye!